Ik sta hier met een dame. Wat is uw naam als ik vraag mag? Nienke. U liep hier net langs en ik zag u zo kijken. Aha, ja dat klopt. Ik keek naar het hele grote bord en naar een meneer die op een zeepkist staat. Ik vind dat we meer op een zeepkist moeten staan, overigens. En dat we meer in beweging moeten komen. Ikzelf zeker ook. En toen zag ik dat grote bord ernaast en zag ik al die vreselijke taal. En toen was ik even in verwarring. Ik dacht, staat die meneer nu voor die vreselijke taal en vindt dat we harder moeten... Maar nee, hij doet dus, hij staat voor het tegendeel. We moeten ophouden met elkaar overal van beschuldigen. Of, nou ja. Wat denkt u als u dit soort dingen hoort? Dat zijn eigenlijk hele erge dingen, hè? Ja, nou ik denk dat het heel veel... Ja, ik denk, daar ben ik vooral ook wel nieuwsgierig naar waar mensen dat doen. En het, ja, het schijnt gewoon door alle lagen heen te gebeuren dat allerlei mensen dat roepen. Dus we moeten uitkijken dat we niet zeggen dat het vooral de sociale onderlaag is. Want het is denk ik niet alleen maar zo. Maar het heeft denk ik heel veel met onwetendheid en met onmacht te maken, denk ik. Dat mensen zich onmachtig voelen in dingen. Misschien is het ook gewoon, en het is waarschijnlijk gewoon lekker om gewoon lekker te roepen. Doet u het zelf ook wel eens? Nou, ik wil heel grappig. Ik moest laatst voor mijn kleinzoon zo'n boekje invullen. Hè, zo'n vriendenboekje heet dat. En er stond bij wat voor soort vieze woorden ik wel eens gebruikte. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik heel regelmatig een aantal woorden, stevige woorden, wel gebruikte. Maar mijn moeder zei vroeger altijd, dat vond ik wel een goeie. Je mag, als het echt heel, heel verkeerd is, dan mag je echt voluit GVD zeggen. Maar je moet er wel zuinig op zijn, want anders verliest het zijn kracht. En dat vind ik eigenlijk wel een, vind ik wel een mooie. Ja. Dank u wel. Sluiten we met die mooie woorden af. Oké.